Goedendag, je kijkt naar het weerbericht van Weerplaza.nl. Op de satellietfoto van 30 september zien we veel wolken boven ons land. De dag begint dan ook met veelal grijze luchten. En soms valt er ook nog een enkele bui, vooral in het zuidoosten van het land en in het noordoosten. In de loop van de ochtend breekt van het westen uit de zon vaker door. En vanmiddag zien we vooral in het noordwesten en westen de zon af en toe tussen de wolken door. Maar er kan ook nog een enkele bui vallen. Het wordt 17 of 18 graden bij een matige westelijke wind. Vanavond valt er langs de kust nog een enkele bui. Landinwaarts zijn er enkele opklaringen en de temperatuur daalt naar 13 tot 15 graden. Morgen is het erg wisselend. Vooral langs de kust kan er een enkele bui vallen, mogelijk met onweer. In het oosten is er meer ruimte voor de zon, maar ook daar valt er later een enkele bui. Op zondag is het ook nog veranderlijk met zon, wolken en een paar buien. En het is tamelijk koel met 16 graden. Vanaf maandag knapt het weer op. Het blijft veelal droog. Alleen op de maandag kan er in het noordoosten nog een enkele bui vallen. Maar verder is er genoeg ruimte voor de zon en gaat de temperatuur weer omhoog richting de 20 graden. Ik ben Diana Woei van Weerplaza.nl.